via het plusje Extract from Image aanklikken en dan opent het paneeltje of je gaat naar Object. Extract from Image, hier heb je dan alvast de opties om te gaan selecteren wat je nodig hebt. En dan kan je ook rechtsklikken, voor mensen die dat plezant vinden, ik doe dat graag, kan je ook hier Extract from Image gaan oproepen. Dus van het object dat ik nu geselecteerd heb, wil ik bijvoorbeeld eerst en vooral gaan inzoomen op het lettertype. Dan kies ik voor Type. Dan opent mijn Capture paneeltje. En dan zie je hier een preview van het geselecteerde beeld. En om tekst te gaan detecteren, is het interessant om de bounding box die op het schermpje staat over de tekst die je wil gaan detecteren, te positioneren. En dan kan je klikken op Find Similar Fonts. Nu, wat gaat InDesign doen? Die gaat vergelijken met de beschikbare fonts in Adobe Fonts. Hè. Dus enkel Adobe Fonts worden hier getoond. Andere fonts kan hij niet herkennen. Maar het voordeel is wel, als hij ze herkent en je bewaart ze als stijl, dan kan je ze ook effectief gaan gebruiken. Hè. Dus dat is het grote voordeel daarbij. Wat zie je hier? Je hebt hier een venstertje met sample tekst. Hierin kan je nog aanpassingen doen. Nu, in dit geval heeft hij het heel goed gelezen. Maar stel dat ik nu bijvoorbeeld in onderkast zou willen checken. En je ziet, nu is mijn match eigenlijk perfect. Dus ik kan dit nu gaan saven in mijn libraries. Maar het kan ook interessant zijn om hier bij Edit eerst nog een paar opties te gaan doen. Bijvoorbeeld kijken hoe mijn andere letters uitzien. Of mijn font size al gaan instellen, want om deze lettertypes vast te leggen via Capture in een library moet je deze op gaan slaan als paragraph of character style. En deze eigenschappen hangen dan natuurlijk in die stijl. Als er meerdere stijlen zijn, zoals bold en light en regular, dan vind je dat onder font style. Nu, allee, display heeft maar één stijl, dus ik heb hier geen drop-down. Je kan ook de leading gaan aanpassen, of de tracking of de spacing tussen de letters. En je kan hier ook bijvoorbeeld all caps aanzetten of andere karaktereigenschappen. Via dit pijltje kan je gaan specificeren of je character style of paragraph style wilt. Als je niet specificeert en je klikt op save to library, gaat hij standaard ook character style kiezen. Zo, ik heb mijn stijl toegevoegd. Een optie die ik persoonlijk mis, is het de mogelijkheid om enerzijds te kiezen naar welke bibliotheek je gaat saven. Dus nu kiest hij steeds de actieve bibliotheek in je applicatie. En je hebt ook niet de mogelijkheid om bij het opslaan van de stijl er al een naam aan te geven. Dus dat gaan we achteraf moeten doen. Ik kan daar nu niet aan. Ik moet eerst mijn venstertje sluiten. Maar ik was nog niet klaar, dus ik ga eventjes terug naar Edit. En ik ga ook dit tekstje proberen identificeren. En als ik dan een nieuw element selecteer, kan ik via deze pijl gaan refreshen. Gaat hij opnieuw zoeken. En in dit geval is het lettertype hetzelfde. Dus ook hier weer kan ik kleine wijzigingen aanbrengen. Indien nodig. En de stijl gaan bewaren. In dit geval is het dezelfde stijl, dus ik ga dit niet doen. Het volgende dat ik kan vastleggen zijn bijvoorbeeld vormen. Dus zonder dit paneeltje te gaan verlaten, omdat ik in hetzelfde elementje blijf, klik ik hier op de andere tab. Dus hierboven zie je ook de tabs van de capture mogelijkheden. Klik ik op Shape, dan kom ik in dit venstertje terecht. Voor de mensen die al lang meegaan, die herkennen er misschien ooit nog streamline opties in. Maar dus bijvoorbeeld ook de live tracing opties. Van Illustrator hebben we bijvoorbeeld een slider om de drempelwaarde aan te passen. Of het detail, zoals het in dit geval heet. Dus als ik dat een beetje optrek, dan krijg ik hier een heel mooi zwart-wit contrast. Heb ik nog deze opties. Ik kan het gaan omkeren, moest ik geïnteresseerd zijn om dat te doen. Ik kan gaan smoothen on save. Vind ik persoonlijk altijd wel interessant. En dan is er ook nog het gommetje, waar ik enerzijds de grootte van kan instellen, moest ik dat willen, en anderzijds elementen die ik niet wil vastleggen, verwijderen. Dus opnieuw, ben ik tevreden van het resultaat dat Capture voor mij aangemaakt heeft, kan ik dit gaan saven in mijn library.
Met een klik op de knop Save to Library zie je hier een vector graphic verschijnen in mijn bibliotheek. Ook weer geen mogelijkheid om een naam te geven in dit stadium, vind ik jammer. Komt er waarschijnlijk wel bij als we daar wat feedback op geven. En dan zie je dat dit hier een shape is. Nu, een shape die gevangen is door Capture is wel degelijk een vector. Als je dit zou gaan downloaden rechtstreeks vanuit je Creative Cloud app, dan komt dit binnen als een SVG of een Scalable Vector Graphic. Dus dat heet hier Shape en niet AI, want het is nog geen InDesign bestand. We gaan straks zien welke gevolgen dit heeft. Stel dat ik nu nog heel eventjes een kleurthema zou willen gaan bepalen. Selecteer ik eventjes dit beeld en via rechtsklik of dit plusje of Object Extract from Shape kan ik hier Extract from Image, kan ik hier gaan kiezen voor kleurthema's. Een kleurthema voor Adobe is een groepje stalen, groepje kleurstalen, dat bestaat uit 5 swatches. In dit geval gaat hij steeds de hexwaarde op gaan zoeken, dus heb je andere eigenschappen nodig, ga je dit achteraf wel nog moeten aanpassen. Dus wat zie je hier? Hij selecteert een heel mooi kleurbereik uit mijn beeld. Je hebt hier ook een mood dat je kan kiezen. Dus in dit geval staat hij ingesteld op kleurrijk. Maar als ik mij wat minder voel, kan ik bijvoorbeeld ook gaan kiezen voor de donkerdere kleuren. Maar vandaag is een vrolijke dag, dus kiezen we bijvoorbeeld heldere. Of ik ga toch kiezen voor de colorful, want dan heb ik hier nog een groentje. Bij, wat kan ik nu nog? Als ik dat zou willen, kan ik ook manueel mijn kleuren gaan targeten of aanpassen als hij toch niet doet wat ik verlang. Dan zie je hier nog dit knopje. Als je daarop klikt, dan gaat hij eigenlijk de hexwaarde kopiëren als een stukje tekst. Dus wat kan ik daarna doen? Ik ga eerst mijn kleurgroepje saven. Ook weer geen mogelijkheid om een naam te geven. Als ik dan bijvoorbeeld een tekstkadertje zou trekken, en dan kan ik mijn hexwaarde gaan pasten. Het is nu niet zichtbaar. Voilà. En dan zie je dat ik hier eigenlijk de naam van de kleur gekopieerd heb. Ik heb nog niet bedacht wanneer dat handig kan zijn, maar het is mogelijk. Dus wat doe ik dan? Mijn elementen komen hier los in mijn CC-library, snap. Ik kan altijd groepjes gaan aanmaken voor de mensen die daar nog niet mee vertrouwd zijn. Ik kan dus een bibliotheek volledig gaan organiseren. En bijvoorbeeld kleuren gaan toevoegen. Je kan hem ook zelf laten sorteren op deze elementen. Dus afhankelijk van wat je verkiest, kan je hier ook gaan schikken op custom groups of op jouw groepen. Dus als ik dat interessant vind, geef ik dit ook een eigen naam. Voilà. Oké, en dan ben ik vertrokken. Nu kan ik deze eigenschappen gaan toepassen in mijn layout. Voor die swatches kan ik deze ofwel toevoegen door mijn object te selecteren en rechtstreeks in de bibliotheek te gaan klikken op de swatch. Probleem was in dit geval dus, als je gaat kijken in je swatchespaneel, dat die binnenkomt als RGB. Dit is niet wat ik verkies, want ik ben in een CMYK opmaak aan het werken. In dat geval is het interessanter om bijvoorbeeld door rechts te klikken heel het kleurthema toe te voegen aan de swatches. En voor ik van start ga, even deselecteren, heel mijn kleurgroep met rechts klikken swatch options te gaan omzetten naar CMYK als ik dat nodig zou hebben. Oké, dus als ik mijn achtergrondkleurtje zo gaan wijzigen. Even hier klikken. Dan kan ik ook mijn objectje, mijn shape die ik gedetecteerd heb, gaan plaatsen. Enerzijds rechtstreeks vanuit mijn Creative Cloud Library. Maar dan loop ik er dus tegenaan als ik nu zou willen wijzigen dat InDesign dit bestand niet ondersteunt. En ik heb hier ook, als ik rechtsklik, geen aanpassingsopties die ik wel heb. Als ik dit bijvoorbeeld zou doen,
Op een Illustrator-bestand kan ik op deze manier gaan editeren, maar dus bij die scalable vector graphics heb ik die opties niet. Dus wil ik daarmee aan de slag, als ik het niet per se op deze manier nodig heb, haal ik er best even Illustrator bij. Ik maak even een nieuw artboardje, waar ik dan wel aan de slag kan. En hij plaatst dit wel direct als vector, dus ik hoef niet Alt in te drukken om hem editeerbaar te houden of te embedden. Dus hij is in dit geval wel direct editeerbaar. En nu kan ik hierop ook aan de slag gaan met bijvoorbeeld mijn kleurenpalet. En hier een paar fijne aanpassingen in doen. Ik plak hem in front. Paste. Oei, excuseer, dat is niet gelukt. Commando X, commando F. Nu kan ik hem vullen. Nee, ben ik mis. Ik moet eerst uit mijn isolation mode. Voilà. Zo, en dan kan ik bijvoorbeeld dit elementje nog gaan selecteren. Ik ga hem gewoon kopiëren en in de achtergrond plakken met Object Paste in Back of Commando B. Voilà. En dan heb ik een donutje gemaakt. En dit donutje kan ik ofwel als graphic gaan toevoegen opnieuw in mijn bibliotheek via het plusje. Kan ik kiezen voor graphic en in dit geval zie je dat hij wel binnenkomt als AI-file. Dus ik kan hem dan een naampje geven. Dat vind ik leuk. Wat ik nog kan, is hem gewoon één op één gaan kopiëren en in InDesign gaan plakken. En dan kan ik eigenlijk in InDesign ook nog de kleuren gaan wijzigen als ik dat zou willen. Dus wat zie je wel, hè, als ik hem plak als vector vanuit Illustrator, komen er wel de swatchjes mee die hij opnieuw geconverteerd heeft naar CMYK door ze toe te voegen. Dus om dit proper te houden, kan ik deze eventueel gaan verwijderen en vervangen door de kleurtjes uit mijn juiste paletje. En dan hou ik alles een beetje consistent. Zo. Oké, en nu kan ik dit object wel gaan gebruiken op een fijne manier. Volgende, de tekst. Dus de tekst die is binnengekomen als character style. Dus als ik deze ga toepassen, moet ik hier uiteraard nog een klein beetje fine-tuning gaan doen. Ik wil dat deze geen kapitalen zijn. En de voucher, die maak ik wat kleiner. Zo, en dan misschien de spacing nog een beetje aanpassen. En op die manier heb ik eigenlijk mijn voucher. Even nog geen goesting. Voilà. En hier van onder moet ik natuurlijk het onderliggende graphics nog verwijderen. Dus kan ik hier eventueel ook nog wat bolletjes confetti's uit gaan halen. En dan ben ik vertrokken om mijn objecten een beetje te gaan pimpen. Ah ja, ik moet het uit mijn swatches pakken. Mijn objecten te gaan pimpen. Voilà. En zo kan ik eigenlijk met die vector graphic aan de slag in mijn vormgeving. En dan zijn we eigenlijk in no time vertrokken van het moodboard om dat om te zetten. Dus mijn tekst zal een beetje kleiner moeten. Of was mijn kader? Ik
Voilà, happy birthday. En we zijn klaar. Oké, het volgende dat ik graag wil tonen is in Photoshop de vernieuwde Object Selection Tool. Voor de mensen die hem nog niet ontdekt hebben, de Object Selection Tool is al eventjes aanwezig. Die bevindt zich hier in de toolbar. En wat zie je nu dat er gebeurt als je hier in de bar bovenaan kijkt? De Object Finder, die nieuw is, staat standaard aan en gaat vanaf je de tool aanklikt eigenlijk de objecten gaan detecteren in je beeld. Dus als ik nu hover over mijn beeld, zal je zien dat Photoshop de elementen die hij gedetecteerd heeft, gaat highlighten. Er is ook een highlighter die alle elementen gaat tonen die hij gedetecteerd heeft. Nu, in dit geval zie je niet goed het onderscheid tussen de verschillende vormen, omdat ze aansluiten. Dus kan het wel interessanter zijn om gewoon eventjes te hoveren. Wat heb je hier nog? Je hebt settings. Wat kan je met die settings doen? Je kan ervoor kiezen als Object Subtract aanstaat en je hebt bijvoorbeeld nog elementen die je wilt gaan verwijderen, kan je die gewoon bijselecteren. Dan gaat hij automatisch aftrekken als er gaatjes in zitten. Als je dat uitzet, gaat hij toevoegen. Dan heb je de Object Finder Mode. Je kan dus kiezen om niet automatisch te refreshen. Hè. Dus elke keer als je op de tool klikt, gaat hij automatisch refreshen. Als je op Manual Refresh klikt, moet je er wel aan denken als je de tool gebruikt om zelf te refreshen. Dan heb je de Overlay Options. Stel dat je aan het werken bent in een redelijk... Hè, dus standaard staat hij eigenlijk op blauw. Ik had er al eens aan gefoefeld. Als ik... in een heel blauw beeld aan het werken ben, kan ik bijvoorbeeld gaan kiezen om een onderscheidendere kleur te kiezen. En ik kan ook kiezen voor een beetje outline op te steken, dan krijg je een fluffy randje. En ik kan ook de opaciteit van de highlighter gaan aanpassen. Dan wordt hem minder dekkend of een pakje fluffier. Voilà. En dan heb je hier onderaan nog opties om het te tonen of niet. Natuurlijk is het interessanter om het automatisch te tonen. Dan gaan we met de tool aan de slag. Hè. Dus ik kan bijvoorbeeld gaan kiezen om mijn blauwe elementen een beetje extra verzadiging te geven. En dan kan ik dus heel makkelijk met één klik de objecten die hij gedetecteerd heeft selecteren. En als ik met Shift erbij klik, gaat hij ook andere elementen toevoegen. Je ziet dat hij hier nu heel de selectie gemaakt heeft met donut en al. Wil ik de donut eruit, klik ik op Alt. En dan gaat hij de donut in de selectie gaan deselecteren. Dus, heel handig als ik nu bijvoorbeeld een aanpassingsmaskertje wil gaan toevoegen op de saturatie van de kleur blauw, kan ik hier mijn blauwwaarde gaan optrekken. En zoals altijd kan het interessant zijn om ook eventjes mijn masker erbij te halen. Ik vind deze kleur nu te sterk en ik wil dat toch met één aanpassingslaag doen. Dus dan kan ik bijvoorbeeld op mijn laagmasker met Alt klikken. Dan roep ik de zwart-wit modus van mijn masker op. En dan kan ik bijvoorbeeld met een brush, met een grote brush met een dekkingsje van 50% hier een beetje gaan dimmen. En dan zal je zien dat die een beetje gedimd is. Wat ik natuurlijk ook kan, is de opaciteit van mijn masker aanpassen. Maar ik wilde graag één aanpassingslaag voor de saturatie op te trekken. Dus, als ik opnieuw de Object Selection Tool selecteer, dan gaat de Object Finder weer aan de slag. Kan ik bijvoorbeeld ook heel eenvoudig, als hij klaar is, het koffiekopje gaan selecteren. Dus wat zie ik? Hij selecteert heel het koffiekopje en hij highlight eigenlijk niet het midden. Daarvoor kan ik bijvoorbeeld met de lasso tool, met Alt, dan zie je het minnetje verschijnen naast mijn pijltje. Hier een rudimentair cirkeltje trekken en dan gaat hij eigenlijk daar de edges van detecteren. En dan kan ik hier bijvoorbeeld met een vullaagje een kleurtje aan gaan toekennen. Zeg eventjes oké, voorlopig even deze kleur, maar ik kan dan bijvoorbeeld in mijn kleurbibliotheek uit mijn kleurstaaltjes die ik daarnet gevangen heb, geel gaan kiezen en bij mijn blending mode gaan kiezen voor
color en ik vind het ietsje te fel, dus dan pas ik mijn dekking van mijn masker een beetje aan. Voilà. Dan heb ik hier eigenlijk een geel kleurtje toegevoegd. En ik kan het mezelf ook nog moeilijker maken, of is het Photoshop moeilijker maken en op zoek gaan naar het rokje van de tekening. Nu, in deze tekening zit veel wit, dus dat is iets wat sowieso veel moeilijker is voor de artificiële intelligentie om te vinden. Dus als ik dit aanklik, zal je zien, heeft hij veel meer vast dan enkel het rokje. Ik kan ook met Select Subject, als je dat nog nooit geprobeerd hebt, het mensje gaan zoeken. Dus in dit geval... lukt het hem redelijk? Mist hier nog wel een gaatje en hier een stukje. Maar dus het kan in dit geval interessant zijn om gewoon met het lassootje... even deselecteren. Hier mijn selectie rudimentair te gaan maken. En als alles goed gaat, een klein beetje bij. Met shift geen andere toetsen. En... hij heeft niet veel zin vandaag. Bijselecteren. Nog altijd niet veel zin. Je zult dat altijd zien. Hè? Zware functie. Ik heb nog foto's. Ik ga gewoon even old school bijselecteren. Voilà. En dan kan ik hier bijvoorbeeld nog een kleur in gaan toevoegen. Met een laagje. En die ga ik op darken. Nee, die ga ik op multiply zetten. Voilà. En ook een dekking geven van 50. En dan is dit helemaal gestyled naar het goesting van onze klant. Zo. En dat is eigenlijk hoe de Object Finder werkt. Ik zou zeggen, daag hem zeker eens uit. Ik kan het redelijk goed vinden, afhankelijk... dus van de complexiteit van het beeld ga je de lasso of de rectangle tool kunnen gebruiken om bij te selecteren of weg te selecteren. Maar eigenlijk is hij zeer intuïtief en zijn zijn selecties relatief goed. Wil je toch nog gaan bijwerken, kan je altijd in je masker, bijvoorbeeld met je brush, gaan bijwerken. Of... bij het maken van uw selectie via de knop Refine Edge. Even terug uit mijn masker, Alt klik. Dus hier heb je ook bij het maken van uw selectie. Je moet weer even laden. Kun je hem ook uitzetten als je het ja, maar ik nu even. Hier kan je ook met de Select en Mask nog verder gaan werken met uw selectie tools. Dus eigenlijk toch heel handig. Een enorme tijdsbesparing als ik nadenk over hoe dat ik vroeger meestal het pennetje koos om mijn selecties te maken, omdat ik ze toch net niet nauwkeurig genoeg vond, vind ik dat eigenlijk wel een grote verbetering. Dus, voor Photoshop zijn er nog nieuwigheden. Die kan je vinden in het downloadje van... dat ook klaar staat in de map downloads die jullie kunnen downloaden hebben. Daar is een overzicht van alle nieuwe functies. Maar nu neem ik jullie mee naar Illustrator. Naar Illustrator. Deze hebben we niet meer nodig. En daar gaan we de vernieuwde 3D-tools bekijken. Nu, 3D in Illustrator was reeds aanwezig en voor de mensen die ermee gewerkt hebben, hebben misschien wel ondervonden dat dit soms wel veel rekenkracht van de computer vraagt en dat het ook crashgevoelig is. Nu, dit hebben ze proberen optimaliseren. Op zich vraagt het nog steeds veel rekenkracht van de computer. Wat kan je doen als je met 3D gaat werken? Hier onder de preferences
kan je bij performance ervoor kiezen om real-time drawing en editing uit te vinken. Nu op zich, als je computer krachtig genoeg is, zou ik het aanzetten. Dan zie je eigenlijk live een low-res voorvertoning van de aanpassingen die je aan het doen bent. En anders is het afwachten en vraagt hij toch rekenkracht. Dus aanzetten in dit geval, als je wil zien wat er gebeurt, is aangewezen. Oké. Dus het paneeltje van de vernieuwde 3D-effecten heeft zowel een dedicated paneeltje dat je kan vinden onder Window, 3D en Materials, maar je roept het evengoed op de vertrouwde plek onder effecten, want het gaat nog altijd over een effect. Hier bij 3D en Materials kan je ook de Classic vinden, dus hij is nog steeds aanwezig voor de mensen die hem keihard missen. Maar voor de mensen die graag iets nieuws willen proberen, kan je het ook hier aanklikken. Of dus via Window hier het dedicated paneeltje oproepen. Dit blijft staan totdat je het zelf terug sluit. Je kan dat hier slepen als je dat telkens weer wil gaan gebruiken. Dus, zal ik eerst even de plane modus tonen. Als je bijvoorbeeld een element gaat selecteren en je klikt op Plane. Dit was ook al aanwezig bij de Classic. Daar heette dat Rotate, denk ik. En dan ga je je object gaan positioneren in 2D eigenlijk. En dan ga je eigenlijk in een vlak draaien of in perspectief leggen. Hij vraagt een beetje rekenkracht. Dus we gaan hier geduld moeten oefenen, maar het resultaat zal lonen. Please don't fail me now. Daar komt hij. Voilà. Dus wat heb je hier? Je gaat dus eigenlijk een soort rotatie gaan toepassen van uw vlak. En daar zijn een aantal presets. Dus je kan off-axis gaan roteren, maar bijvoorbeeld zeer interessant voor mensen die graag in isometrisch perspectief werken, zijn bijvoorbeeld de isometrische opties. En als Illustrator zin heeft, zet ik het eventjes goed. Alsjeblieft. Dus daarmee kan je dan in isometrisch perspectief gaan kantelen, mocht je dat nodig hebben voor bijvoorbeeld op je vloermat van je donutwinkel te zetten in een illustratie. Ik ga hem helaas even undoen, want ik wil hem eigenlijk in een andere positie. Dus zoals je zegt, 3D in Illustrator vraagt rekenkracht van je computer. Hoe krachtiger je machine, hoe sneller dat dit werkt. Hou er rekening mee. Nu zitten we nog in preview mode. Als we straks gaan renderen en de ray tracing aanzetten, dan gaat hij eigenlijk de volledige kwaliteit gaan berekenen. En dat kost nog veel meer rekenkracht. Dus werk vooral in preview mode tot je volledig klaar bent om te checken of je eindresultaat is wat je zoekt. Naast het gewoon in een vlak renderen van objecten, kan je natuurlijk ook volume gaan geven. Ik kan dit bijvoorbeeld gaan toepassen op mijn lijntje. Dus het is gewoon een stroke. En daar kan ik bijvoorbeeld al diepte aan gaan toevoegen. Als ik op extrude klik, zie je dat het lijntje een soort van wimpel wordt. En dat heb ik nog niet gezegd, maar in de vernieuwde 3D-opties heb je hier een widget waarmee je eigenlijk rotaties en aanpassingen rechtstreeks kan toevoegen. En je ziet, terwijl je bezig bent, krijg je een soort gekorrelde low-res preview. Maar vanaf je loslaat, krijg je een ietsje betere kwaliteit al. En dus hier met die widget kan je een aantal basis aanpassingen gaan doen. Uiteraard is een beetje positioneren van de elementen
altijd wel aangewezen. En in dit geval kan ik bijvoorbeeld ook mijn diepte gaan wijzigen. Dat het een beetje afgestemd is op het tekstje dat ik hier wil invoegen. Dus als ik nu iets in 3D gezet heb, zoals het krulletje, kan ik uiteraard ook met belichting gaan werken. Want uiteindelijk, hoe 3D-effecten ervaren wordt, hangt altijd af van de schaduw- en lichtwerking. Dus er zijn een aantal presets. Dus je hebt een standaardpositie. Ik kan kiezen voor diffuus licht, top left, right, hè, dat zijn de presets, maar je kan ook manueel de intensiteit van het licht, de hoek waaronder de zon staat en de hoogte van de zon, of het middag of avond is, en de zachtheid van de belichting gaan manipuleren. Ook hier het omgevingslicht kan je gaan manipuleren in intensiteit. Je kan ook een kleur gaan toevoegen aan je licht. Dat is vooral interessant als je zou gaan werken in een zeer blauwe omgeving. Bijvoorbeeld dat je een beetje blauw toevoegt in je licht om een natuurlijkere gevoel te hebben van de omgevingskleur. Nu, belangrijk daarbij is dat je daar niet te wild in gaat. Dus stel dat ik zou zeggen, het is hier een rode kamer, zal je dus niet dat hij heel snel in overdrive gaat. Dus het is wel interessant om dat bij een minimale tint te houden. En dan gaat hij een soort omgevingsbelichting nog toevoegen. Extrude, ga dat ook eventjes op die baked doen. Die baked heb ik opgebouwd met rechtstaande tekst in de startfile. Naast de sessiefile heb je ook een startfile. Staat baked nog rechtop, kan je met de touchtype tool de letters individueel gaan, als ik ze te pakken krijg hier, gaan positioneren tot ze een beetje speelstaan, zoals dit. Ik ga daar nu niet op inzoomen, omdat de tijd te kort is. Maar voor wie wil en aan de slag gaan met de practice file, die oefening kan je thuis zeker doen. En dus ik heb, die staat naast het artboard, staat deze tekst ook klaar. Dus ik werk daar nu even mee. De session file staat ook in de downloads. Hier kan ik bijvoorbeeld ook met mijn extrude diepte aan gaan geven. We kunnen daar lekker wild in gaan. We gaan het even bescheiden houden. Met de widget ga ik het even terug positioneren naar de richting die we zoeken. Voilà. En wat kunnen we hier nu nog bij? Naast diepte kunnen we ook een bevel gaan aanzetten. Daar zijn een aantal presets. Nu, de meeste zijn redelijk clichématig, maar de rounded bijvoorbeeld is wel eentje dat ik zelf graag gebruik. En daarmee kan ik hier een beetje donutteriger gaan maken. Voilà. Wat zit er hier nog op? Er zit een repeater op. Daarmee kan ik een aantal ribbeltjes gaan geven. Nu, je ziet dat niet goed gebeuren, omdat mijn glazuurtje ervoor staat. Je moet daar thuis maar eens mee experimenteren. En je kan de bevel ook naar binnen klikken. Dan krijg je eigenlijk een holte in plaats van een bobbeltje. En dan denk ik dat ik het niet vermeld heb, maar wat je met de widget kan gaan manipuleren, zit uiteraard ook hier onderaan. Bij rotation kan je ook met de sliders instellingen van je X, Y en Z as gaan manipuleren. Oké, volgende. Als ik nu bijvoorbeeld een donut wil maken, kan ik dat doen met behulp van een eenvoudige cirkel of ellips. Daarvoor kies ik voor Revolve. Bij Revolve ga je je vectorvorm gaan roteren rond een as. Dus als ik het aanklik, dan zal je zien dat die bol nu geroteerd is. Rond een as, 360 graden geroteerd. En die hoek van hoeveel graden dat je roteert, kan je hier gaan instellen. En wat kan je nog doen? Je kan een offset of een afstand van die as gaan ingeven. En je kan ook gaan kiezen rond welke as hij gaat roteren. Nu, bij een cirkel heeft dit weinig invloed. Als je bijvoorbeeld met een halve cirkel zou werken, dan gaat dat ofwel
eerder een vierkant lijken met een putje in, ofwel echt een sfeer. Dus je moet daar zeker eens mee experimenteren. Dus in dit geval wil ik graag een donut zien. En wat is het volgende dat ik wil tonen bij die donut? In de vernieuwde 3D en materials zitten natuurlijk ook materialen die je kan toekennen aan je objecten. Er zit een groot aantal gratis materialen van Adobe Substance beschikbaar die je zo één op één kan gebruiken. Heb je meer nodig, kan je via hier of via de community gaan checken of er nog materialen beschikbaar zijn die je wilt gebruiken. Sommige zijn gratis, sommige zijn betalend. Nu, de betalende hebben meestal meer opties en fine-tuningsmogelijkheden, maar bij de gratis zijn er uiteraard ook leuke te vinden. Dus stel dat ik nu bijvoorbeeld zou kiezen voor een natuurlijk gouden donut, dan ziet die er niet echt eetbaar uit, maar wel lekker blinkerig. Dus je ziet dat die eigenlijk het materiaal gaat simuleren. Dit is nog low res. Als je dat gaat renderen, gaat dat nog veel meer shinen en blinken. Dus wat zie je hier in het materials paneeltje? Naast de preview van de materialen die je kan kiezen, heb je eigenlijk ook per materiaal een heel groot aantal opties. En die opties zijn een beetje verschillend per type materiaal. Je moet daar maar eens mee experimenteren. Nu, een donut van goud, ik zou er mijn tanden niet graag in zetten, maar hier is niet echt een cakejes of koekjes of broodjes materiaal, maar karton lijkt wel een beetje op donutstuff. Vezelrijk. Is zeker vezelrijk. En bij deze ga ik die even toepassen om een beetje een donut-touch te geven. Wat zie je hier? Hè? Je kan ook een resolutie gaan toekennen, al rekening mee. De resolutie die je toekent, hè, kost rekenkracht. En je ziet ook de manier waarop het effect gegenereerd wordt. Als je een lage resolutie kiest, is veel grover dan als je. Ik ga hem niet helemaal hoog zetten, omdat hij dan een beetje gaat doordraaien voor deze sessie. Ja, maar je kan het dus wel goed hoog zetten als je zou willen. Ik ga hem hierop zetten en dan zie je, hè, dat dat een beetje fijner wordt. Je hebt hier opties, dus stel je voor, je kan je materiaal ook een kleur geven. Als mijn donut een beetje harder gebakken is, dan kan ik zijn kleur daar optrekken en ik kan ook kiezen hoe ruw zijn textuur is, hoeveel vezeltjes er zijn. Ik kan een beetje zakken voor een donut. Voilà. En dan kan je ook dat materiaal gaan positioneren. Nu, dat is een beetje intuïtief dat je daarmee aan de slag kan. Het vraagt wel wat rekenkracht als je dat wilt gaan bekijken. Al in high-res, wat we zo dadelijk ook gaan doen. Allemaal parameters, verschillend van materiaal tot materiaal. Dus stel dat ik nu toch de high-res daarvan eens wil gaan bekijken, dan kan ik hier klikken op Render with Ray Tracing. Ik kan gewoon hierop klikken, dan gaat hij aan en gaat hij het renderen. Of ik kan op het pijltje klikken en dan krijg ik eigenlijk opties die ik nog kan instellen. Dus met deze slider zet je de ray tracing aan. Je kan de kwaliteit nog gaan instellen. Nu, ideaal is high, maar in dit geval ga ik hem op medium zetten om mijn computer wat te sparen en jullie geduld niet te veel op de proef te stellen. Je kunt uw noise reduceren, je kunt renderen als vector en met het checksje Remember and Apply to All zou je, als hier al veel 3D-elementen in zitten, ze allemaal tegelijk kunnen aanzetten om te renderen. Nu, ik ga dat niet doen om het jullie een beetje te besparen. Dus klik ik hier op Render, gaat hij enkel dit object al even afrenderen. En dan kan je zien dat hij hier eigenlijk een schone donutstructuur gekregen heeft. Kan dan natuurlijk, ik ga hem even terug low res zetten, de belichting nog gaan aanpassen. Voilà, of manueel als ik dat zou willen. Hem hier gewoon maar roteren. Zo, en een beetje zachter. En wat meer omgevingslicht. Voilà. Oh, dat is wel heel fel. En een beetje minder fel. Voilà. Oké, dus wat heb je hier nog zitten? Bij lighting kan je ook schaduw gaan werpen. Nu, deze functie vind ik zelf nog een beetje primitief, maar het idee is zeker goed.
Dus als we dat aanzetten, krijg ik hier de mogelijkheid om mijn positie te gaan bepalen. Ofwel achter mijn object, dus moest hij tegen een muur staan, de schaduw die hij dan gaat creëren. Of onder mijn object, als hij van boven een slagschaduw gaat krijgen. Dus ik ga even op standaard zetten, dan kunnen we hem iets beter zien. Dus ik kan hier de afstand van mijn object gaan ingeven. En dat is erbij ook belangrijk dat ik de bounds of de grenzen van mijn schaduw ook kan gaan manipuleren. Je ziet, ik kan niet eindeloos ver gaan. Dus als mijn afstand te groot wordt, in dit geval valt het nog wel mee, kan het dus zijn dat mijn schaduw gedeeltelijk afgesneden wordt. Het is wel belangrijk om even te testen wat dat je wil bereiken. Nu, op zich kan de lichtintensiteit wel een beetje je schaduw lichter en donkerder maken. En ik vind dat de omgevingskleur weinig invloed heeft op de hardheid van je schaduw. Je hebt ook geen enkele optie om je schaduw die geworpen wordt harder of zachter te zetten. Dus afhankelijk van je ontwerp werkt dit of werkt dit niet. Voor mij werkt dit niet. Ik wil dit nog meer manipuleren. En ik hoop dat bij de volgende update ook meer mogelijkheden komen. Ik zie bijvoorbeeld liever een schaduw die bijvoorbeeld de omgevingskleur of de achtergrondkleur een beetje in zich heeft. Dus voor mij mag jij nog uit, maar de mogelijkheden zijn er. En ik heb al werkjes gezien met tekst waar dat die schaduw echt heel strak bij werkt. Dus ga er zeker mee aan de slag. Dan is er nog eentje waar ik het niet over gehad heb. En dat is de inflate. De inflate ga ik in dit geval gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor het glazuur op de donut. Ik heb hier zelf al een vector klaargezet om de sessie niet nodeloos lang te maken. Maar die is dus gewoon getekend met de pen tool. En het is gewoon een vlak met een gaatje in. En daar kan ik dan bijvoorbeeld inflate op gaan toepassen. Als ik inflate aanklik, gaat hij eigenlijk het volume opblazen van het object dat ik geselecteerd heb. Ik kan daar een diepte aan geven en een volume. In dit geval voor dat glazuurtje ga ik een beetje minder hard gaan. En ook hier weer kan ik eventueel wat extra diepte gaan geven met die sliders hier. Hè. Kunnen in dit geval dus extra veel volume een beetje schuin zetten. Nu in dit geval voor het glazuurtje heb ik dat niet nodig. En uiteraard kan ik hier ook gaan roteren. Ik vind dit voorlopig even oké. Okay. Misschien iets te veel licht. Voilà. Iets meer. Omgevingslicht. Zo. En dan kan ik bijvoorbeeld ook een groep elementen. Dus ik heb hier al hagelslag of muizenstrontjes getekend. Die kan ik eigenlijk ook als groep in één keer een 3D-effect gaan geven. Dus als ik nu naar object ga en deze inflate, dan gaan die ook volume toegekend krijgen. Voilà, dus als we even gaan kijken, als we hier nu nog wijzigingen aan willen doen. En we hebben ons vensterke gesloten. Dan zie je, hè, als we het selecteren, dat die widget hier opkomt, maar dus ook via het appearance paneeltje. Kan je hier, zoals bij alle effecten in Illustrator, opnieuw het paneeltje gaan oproepen om de effecten achteraf nog te gaan manipuleren. Ben je super blij van hoe dat glazuurtje in dit geval gegenereerd is, kan je daar bijvoorbeeld ook een grafische stijl van gaan maken. Zit er hier nog eentje in. Voilà, als ik die aanzet, dan kan ik deze bijvoorbeeld met dezelfde eigenschappen gaan toepassen op een ander element in mijn ontwerp. En dus ook bijvoorbeeld voor de hagelslagjes zou ik dat ook kunnen doen. En dan kan ik die normaal gezien ook op die groep met één klik gaan toepassen.
Voilà. En dat brengt ons dus bij een leuk opgebouwd logo. Wat ik hier nog wel heb, is dat mijn wimpeltje dat ik gegenereerd heb, misschien nog hierachter zou mogen vallen. Dan kan ik dat in dit geval best gaan oplossen met een maskertje. Dus ik kan dat ofwel manueel ofwel met een vorm gaan doen. Ik ga nu even quick and dirty opzoeken. En mijn smart guides helpen mij in dit geval. Dus ik maak gewoon een rudimentair masker dat ik dan op mijn vorm ga toepassen via Objects Clipping Mask Make. Voilà. En het enige dat mij nu nog rest is dat naar achter te plaatsen, want die is naar voren gekomen. Niet zoveel naar achter. Zo. En dan heb ik hier, ik ga hem niet volledig afrenderen, maar een PNG'tje gekleefd van een afgerenderde versie van dit ontwerp. Zodanig dat ik het kan tonen zonder dat de computer helemaal staat te blazen. En wij hier 10 minuutjes zitten wachten, want hou er rekening mee, het renderen kost rekenkracht, kost tijd. Dus dan kan je uitkomen bij zoiets. Het is eigenlijk aan je eigen creativiteit om te zien hoe ver de 3D-effecten in Illustrator je zullen brengen. Dus wat mis ik nog ten opzichte van de Classic? Bijvoorbeeld bij Extrude kon je op een kubus of op eender welk object elementen gaan mappen. Nu, die mapping opties die zijn nog niet beschikbaar of die worden niet meer beschikbaar in deze nieuwe versie van de 3D tool. Op zich is dit niet zo erg, maar als je bijvoorbeeld een dobbelsteen wilt gaan maken en je wilt die een paar keer doen draaien en je wilt niet telkens die oogjes individueel op elk vlak goed gaan positioneren, dan is dat toch wel een beetje een gemis. Wat mis ik nog? Dat is de mogelijkheid om iets in perspectief te zetten met verkorting. Dus bij de oude, bij de Classic, had je ook. Als ik nu snel even. Net een vraag over binnengekomen van Jurgen. Ik mis perspectief in deze nieuwe versie, zegt hij. Die zit er inderdaad nog niet in. En ik verwacht dat dat ook de feedback gaat zijn van vele gebruikers. En dat, ik weet niet hoe een doorwinterde gebruiker dat Jurgen is, maar je zou bijvoorbeeld feedback kunnen geven in de Illustrator User Voice. Dat is een community waar dat je feedback kunt posten op Illustrator. Dus eigenlijk alles dat je mist of dat je niet goed vindt, kan je commenten. Je kan ook voten op andere mensen hun voorstellen of suggesties. En Adobe gaat effectief aan de slag met de input van de gebruikers. Dus wilde uw stem daar laten horen, Jurgen, be my guest. Ik mis die optie ook heel erg. Ik ga geen cirkel, maar een kubusje pakken. Dat gaan we veel beter kunnen tonen. Voilà, dus bij Effect 3D en Materials onder de Classic, de Extrude en Bevel, had je hier die perspectiefoptie om een natuurlijkere verkorting. Ik ga een beetje overdrijven. Hè? Dus als het menselijke oog naar iets kijkt, dan buigt alles een beetje terug. En dat heb je nu in die nieuwe 3D opties eigenlijk niet zitten. Hè? Dus echt het natuurlijke perspectief is niet aanwezig. Goed. Nadat we deze mogelijkheden doorlopen hebben, wil ik jullie ook graag even tonen welke nieuwe samenwerkingsmogelijkheden er zijn in de Creative Cloud. Dus door de tijd waarin we leven, is de nood om samen te werken des te groter. Adobe heeft natuurlijk niet stilgezeten en heeft ook nagedacht hoe kunnen wij onze gebruikers daarbij helpen. Wel, een van de nieuwe mogelijkheden is om documenten vanuit Illustrator en Photoshop te gaan opslaan als
cloud document. Je zal het misschien al gemerkt hebben als je eenvoudigweg een save as doet via file save as of met de juiste shortcut of een gewone save als je een title gemaakt hebt, dat je hier nu de optie krijgt om te saven naar de cloud of op je computer. Ja, ik heb misschien al gedacht, dat zit dat venster hier nu te doen en nog niet goed gelezen wat er staat. Wel, dat venster zit hier omdat je dus nu de mogelijkheid hebt om te saven naar de cloud. Je kunt dat voor altijd wegklikken, geen probleem. Dan wordt het nog altijd mogelijk om te saven naar de cloud. Dus, save to the cloud. Waarom zou je dat gaan doen? En ik heb dat van dit documentje al even gedaan. Dus neem ik jullie even mee naar mijn welkomscherm. Dan zal je zien dat ik hier bij files ook een nieuwe optie Your Files zitten heb. Onder Your Files vinden vanaf nu eigenlijk uw cloud documenten ook terug. Dus je ziet, ik heb 22 uur geleden al eens een cloud documentje gemaakt van dit ontwerp. Als ik dit nu open, dan zal je ook zien. Ja, even geduld. Dat dit opent als een AIC, dus een Illustrator Cloud document. En je ziet aan dit wolkje dat dit een cloud document is. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb mijn collega's uitgenodigd om feedback te geven op dit document. Hoe heb ik dat gedaan? Hier, via de plus, kan ik mijn document gaan sharen. En ik heb dit dus gedeeld met mijn andere collega-trainers. Die hebben zich al eens volledig kunnen laten gaan in de feedback. Via dit wieltje kan je ook de instellingen gaan ingeven. Dus je kunt enkel mensen die je uitgenodigd hebt toegang geven of iedereen toegang geven die de link heeft. De link toon ik direct, zodat je die kan oproepen. En je kan ook kiezen of mensen enkel commentaar kunnen geven of ook een kopie kunnen opslaan. Nu, op zich, uw cloud document overschrijven, dat kunnen ze volgens mij nog niet vanuit Illustrator. We gaan het straks zien. In Photoshop kunnen ze er wel aan werken. Dus, mijn collega's heb ik uitgenodigd. Link access, dus wil ik gewoon de link kopiëren, kan ik dat dus ook via deze knop. Dus, comments in Illustrator en Photoshop heeft ook een dedicated paneeltje. Dat vind je onder Window Comments, ofwel hier. Voilà, en wat zie je hier? Mijn collega's hebben zich al eens goed laten gaan en hebben mij feedback gegeven. Michael vindt bijvoorbeeld dat het een beetje vreemd is dat Suite niet in 3D staat en het andere wel. Nu, ik kan daar eigenlijk van alles mee doen. Ik kan daarop antwoorden. Ja, maar ik wilde alles tonen. Als ik dan kan typen, kan ik ook submitten. En dan ontvangt Michael deze feedback via een meldingsje in zijn cloud. Via een meldingsje hier. Oeps, in zijn cloud. Pop-ups overal. Hij zal het geweten hebben. Wat kan ik hier nu nog mee doen? Ik kan dit afvinken als ik er helemaal mee klaar ben. Of ik kan dit ook gaan deleten. In dit geval, dit ongewenst opmerkingje gaat in de toedeledokiebak. Is voor altijd weg. En dan, Sean, die vraagt mij om het nog een beetje te draaien. Dus dat is wel iets dat ik eventueel nog wel wil doen voor Sean. Hij gaat even blazen, waarschijnlijk. Ah ja, wacht. Dit mag ik niet op deze manier gaan draaien, want wat gebeurt er dan? Enkel mijn glazuurtje draait, mijn donut blijft steken. Dus die donut, die zal ik met zijn widget moeten meedraaien. Stil eerst. Michael heeft ondertussen comments gegeven. Ja, dus wat zie je? Je ziet de comments ook live binnenkomen als je aan het werken bent. Dus als ik dit aangepast heb, kan ik Sean zijn comments afchecken. En dan is hij verdwenen. Nu, op zich vind ik dat niet zo aangenaam dat mijn afgecheckte comments verdwenen is. Maar je kan deze ook terug oproepen. Bij de filter comments kan je ook de resolved comments opnieuw
oproepen en je kan ook gaan kiezen wie zijn comments je wilt lezen. Dus als ik die van Michael minder relevant vind, kan ik bijvoorbeeld filteren voor enkel Sean te zien. En dan zie je hier in mijn venstertje enkel nog Sean en deze is resolved. Ik kan die ook weer terug ontvinken. Moest ik deze toch nog willen aanpassen. Dan heb je nog dit oogje. Daarmee kan ik bijvoorbeeld de tools die bestaan om comments te geven, zoals pinnetjes, en ik ga het zo dadelijk tonen in Photoshop, cirkeltjes verbergen of tonen, moesten deze mee storen. Oké. We gaan even kijken in Photoshop. Dan ga ik bijvoorbeeld dit document, dat nog niet gedeeld is met mijn collega's, even delen. Dus als ik op het plusje hier ga klikken, hier kan ik naartoe gaan om te delen. Dan gaat hij uiteraard de melding geven, mocht dit nog niet een cloud document zijn, dat ik eerst moet gaan saven als cloud document, voor ik kan delen. Dus dat is wel noodzakelijk. Je kunt niet rechtstreeks vanuit je server gaan delen om comments te krijgen. Op deze manier is het echt wel noodzakelijk om het document in de cloud te zetten. Houd er rekening mee. In uw licentie is uw cloudruimte op een bepaald punt gelimiteerd en kan het ook mogelijk zijn om te gaan upgraden en bijbetalen om heel veel te werken met cloud documenten. Ik geef het maar mee. Je doet er uiteraard mee wat je wilt. Het is wel de toekomst, denk ik, om meer en meer in de cloud te gaan werken. Dus daar spelen ze ook wel op in. Dus als ik hier op continue klik, dan kan ik dat gaan saven in de cloud. Van mij mag dat gerust nog deze naam hebben. En dan hier kan ik nog, als ik in paniek ben, toch op mijn computer gaan saven. Voilà, zeg ik save. Dan gaat hij de cloud in. En dan zal je ook hier zien dat dat nu een wolkje gekregen heeft en een PSDC-extensie. Nu, vanaf dat je iets als cloud-document gesaved hebt en je gaat gewoon saven, dan blijft hij saven in de cloud. Als je dat op een bepaald moment terug lokaal wilt gaan krijgen, moet je dat weer gaan saven bij je server. Houd daar wel rekening mee dat je daar versies door krijgt en houd je kop erbij wat dat waar en wanneer zit. Dus... wat kan ik nu gaan doen? Ik kan mijn document gaan delen met bijvoorbeeld Sean, Jensi en, oké, als het echt moet, Michael. Oh. Ik ben al weg, ja. Zo. Dus, als ik nu wil gaan kijken hoe dat zij dit zien, kan ik hier mijn link kopiëren en in mijn browser plakken. Maar ik kan ook via mijn Creative Cloud desktop app gaan kijken naar mijn bestanden. Dus hier onder de tab bestanden staan ook mijn bestanden. Hier zie je mijn cloud document. Ik heb er hier nog eentje hangen van een Evalin XD. Als ik nu dit documentje aanklik, kan ik via de... dus ik kan hier van alles doen. Ik kan het openen. Ik kan het in voorvertoning checken. Ik wil eens even doen. Voilà. Even teruggaan. Ik kan het gaan downloaden of delen. Ah, nee, ik kan het gaan delen. Downloaden is een andere knop, dat is in deze. Ik kan de naam wijzigen. Dupliceren. Verplaatsen naar, als ik het, als we op een bepaald moment met spaces gaan werken, wat er ook aankomt, is al gedeeltelijk uitgerold in België, maar nog niet overal. Dus dan kun je gaan werken met ruimtes voor teams om samen te werken. Kan je daar gaan verplaatsen en nu staat die bij mij nog enkel in mijn bestanden. Ik kan hem gaan wegsmijten. En wat wil ik eigenlijk tonen? Hier kan ik ook offline beschikbaar maken, downloaden of weergeven in browser. En dan kom ik in de omgeving waarin dat ook mensen zonder Creative Cloud account comments kunnen gaan geven op die documenten op het moment dat ze de link hebben. Zo. Dus Jensie wil graag chocoladedonuts, maar wat is er
Dus ik ga dat straks misschien kijken of dat lukt. Dus wat zie je hier? Hè? Dus in deze omgeving, bij de persoon die comments kan gaan geven, heeft hij een aantal mogelijkheden. Dus enerzijds kan hij een pinnetje plaatsen om iets te targeten. Dat is dus niet. Voilà, ik kan dat dan bijvoorbeeld gaan taggen. Och, niet ertussen. Gaan taggen naar Jensie. Uiteraard dat ik dat ook gewoon kunnen reageren hier. Hè. Voilà. R1, pardon. Ja, je ziet ook hier live de comments binnenkomen. Wat hebben we hier nog? Je hebt een potloodje waar dat je elementen mee kan aanduiden als je comments gaat geven. Voilà. Dan is er nog iets heel geweldig. Je hebt hier bijvoorbeeld de tijdlijn. Als je naar de tijdlijn gaat gaan kijken, ja, mijn document, dit document is uiteraard vandaag aangemaakt. Even terug naar die in Illustrator. Ja, via mijn Creative Cloud app. In die tijdlijn kun je gaan zien welke versies er allemaal gecreëerd zijn. En je kunt eigenlijk ook een marker gaan plaatsen bij versies die je wil gaan onthouden of achteraf gaan gebruiken. Want hier staat ook, als je goed kijkt, einde van de geschiedenis. Versies verlopen na 60 dagen. Markeer de versies die je wil bewaren. Dus heb je bijvoorbeeld een V12 en een V26 die je nog in je achterhoofd wil houden, kan je hier gaan kijken hoe die eruit zagen en gaan flaggen. En dan zeg ik hier bijvoorbeeld. En dan blijft die bewaard in mijn versiegeschiedenis. Voilà, hier vind ik mijn gemarkeerde versies. Maar dus ook langer dan 60 dagen blijven de gemarkeerde versies bewaard. De andere versies, alle tussenversies, die gaan er van tussen. Ja, dus om nog heel even terug te floepen naar Photoshop. Als ik daar nu nog dingen in wil doen, wil ik ook even dit tonen. Je kan dit openen in en dan heb ik hier twee mogelijkheden. In Photoshop, dan gaat hij pushen naar mijn Photoshop en in Photoshop openen. Maar hij kan het bijvoorbeeld ook gaan openen in de Photoshop on Web beta versie. Nu, dat is nog een beta versie, dus daar is nog verbetering mogelijk. Voor de mensen die al met Photoshop gewerkt hebben op iPad, zal dit misschien wel wat vertrouwder aanvoelen. Ik denk dat iemand anders het document open heeft. Ikzelf in Photoshop. Dus ik ga het even sluiten. Om te kunnen bewerken in de browserversie. Waar zit hem hier? Ah, hier. Edit document. Voilà. En wat kan ik nu gaan doen? Ik kan hier bijvoorbeeld nog aanpassingen doen. Ik had gezien in de comments hier dat de comments dat er iemand graag het hoekje weg wilde. Dan kan ik bijvoorbeeld in mijn browserversie hiermee aan de slag gaan. Nu op zich zijn de tools niet geweldig uitgebreid en zijn er ook niet super veel mogelijkheden, zoals in Photoshop, maar ik zal mij proberen uit de slag te trekken in dit geval. Ja, ik kan hem niet meer kroppen, want dan is mijn bordje aangesneden. Oeh,
Voilà, en dan kan ik dat wegretoucheren. En als ik klaar ben, dan kan ik dit afvinken. En dan is het nu tijd voor Q&A. Als ik mij niet vergis. Right, we hebben nog 10 minuutjes voor Q&A. We hebben een eerste vraagje van Hong. Moet de persoon die een link gekregen heeft om de cloud files te bekijken ook een Adobe account hebben? Dus dat is niet per se nodig. Dus via die cloud link komt die terecht in dit venster waar dat je dus comments kan toevoegen die je dan eigenlijk in je app rechtstreeks kan zien binnenkomen. Het lijkt erop dat ik vasthang. Ja, dus bij mij ook eventjes. Ik ga even wachten, hè. Kleine storing, dus het beeld wil niet meer blijkbaar. Ik weet niet of de audio nog. Ja, in mijn Connect app ligt eruit. Bij mij. Maar. Als maar, bij jullie werkt, als je mij de vragen kunt voorlezen, Michael. Zeker, ja. Zeker. Oké, okay, dus sommige mensen. Oké, okay. Dus hebben de personen die een link hebben gekregen om de cloud files te bekijken ook een Adobe account nodig? Ja, nee. Als de mensen de link hebben, dan kunnen zij ofwel klikken in het mailtje dat zij krijgen op het moment dat je hen uitnodigt. En dan komen zij eigenlijk in deze omgeving terecht. En die je dus zelf ook, als je dat zou willen zien. Hier in Photoshop zou je ook. Mijn bestand is al dicht. Dus hier kan je ook je link gaan kopiëren. En als je die in je browser kleeft, dan kom je ook in die omgeving terecht. Voor co-editing wel, daar heb je wel een Adobe ID uiteraard voor nodig. Voor commenting niet. Dat is waar. Voilà, en dan komen die in deze omgeving terecht waar ze eigenlijk aan de slag kunnen om comments te geven. En die comments zie jij dan rechtstreeks in je programma nu binnenkomen in het comments-paneeltje. Right. Volgende vraag van Marjolein. Zij vraagt of dat je nog een keer eventjes kunt tonen hier in Illustrator hoe we zo'n graphic style aanmaken. Want ja, ik ben daar heel snel over gegaan. Dus wat is een graphic style in Illustrator? Een graphic style is eigenlijk een stijl die je opslaat waarin alle eigenschappen die je toegekend hebt in het appearance of vormgevingspaneel gaat opslaan om toe te passen op een ander object. En ik weet niet of je dat weet, Marjolein, maar als je het appearance of in het Nederlands vormgevingspaneel nog niet ontdekt hebt, dit is het icoontje in de toolbar, of onder Window Appearance kan je dat paneeltje oproepen. Dat is eigenlijk de ultieme tool in Illustrator dat het programma onderscheidt van alle andere. Wat kan je hier doen? Je kan fills toevoegen, strokes toevoegen, meerdere fills en strokes zelfs, en per element, dus bij je strook, kan je individuele eigenschappen toepassen, maar ook de opaciteit en dekking aan gaan passen. Dus wat zit hier ook in? Vanaf er effecten toegepast zijn, zitten die ook in dit paneeltje. Nu, als je een groepje effecten hebt ontwikkeld dat je wilt toepassen op iets anders, dus in dit geval, bijvoorbeeld bij Sweet, zitten er 3 fills en 1 effect, kan ik daar in het Graphic Styles paneeltje, in dit geval zit dat hieronder, maar ik kan dat ook oproepen via Window Graphic Styles, via dit knopje kan je een nieuwe grafische stijl aanmaken. Nu, hier hangt nog wat van die presets en stijls die er standaard in zitten in. Ik kan dat, als ik dat wil,
ook alle ongebruikte gaan uitkuisen. Eerst persoonlijk doe ik dat meestal wel. En dan kan je je eigen stijl gaan toevoegen. En ik wil blijkbaar even renderen voordat ik deze toegevoegd krijg. Hij wil heel lang renderen voordat ik deze toegevoegd krijg. Maar ik ga zo dadelijk tonen dat je die dan kunt toepassen op een ander object. En dit werkt vooral goed bij tekst en ook bij objecten. Dus dezelfde stijlen kunnen op tekst als, zowel op tekst als op objecten toegepast worden. Sweet. Hij is er, hè? Dus als ik wil, kan ik die ook... Als hij wilt een naam gaan geven, dat had ik beter niet gedaan. Hè. Nu gaat hij weer renderen, zeker. Ik heb nog heel wat vragen van Shana. In verband met de notificaties en commenting. Het is misschien interessant om een keer te laten zien in de Creative Cloud Desktop app, waar dat een notification center zit. En ook een keer dat je ingelogd bent op Adobe.com bovenaan, dat je daar ook notifications hebt. Ja, dus als er mensen comments geven op je document, ga je daar zelf, maar mijn dingen zit vast, hier een bolletje krijgen en die notificaties die ze hier in uw Creative Cloud app verschijnen. Die geeft ook desktop pop-ups, tenzij dat je dat natuurlijk uitgezet hebt. Want die vraagt dat na installatie. Ja, ik denk dat dat bij mij uitstaat. Ja. Of ik negeer de pop-ups sowieso. Hier krijg je dan melding aan eender wie met een Adobe Creative Cloud account krijgt dus die meldingen ook te zien via de Creative Cloud app. En wat moest ik nog tonen? En online ook, als je ingelogd bent op de website van Adobe, daar heb je ook je notificatiecenter. Ja, hoe ga je daar nu snelst naartoe? Van het een van de bestanden. Staat er geen meer open in de browser? Hier uit. Yes. En dan bovenaan rechts de notificaties. Ah ja, ja, pardon. Ik moest daar niet nog eens terug naartoe. Dus als je ingelogd bent in de Creative Cloud browser, krijg je ook hier je notificaties. Ik weet niet of dat voldoende aan, antwoord was op de vraag van Shana. Ik heb ondertussen ook beeld en ik zie dat Justin vraagt of de sessie terugbekeken kan worden. Ja, Justin, deze verschijnt op YouTube en is voor de wereld om te zien na deze dag. Volgt morgen nog komen.